het taboe binnen die Afro-Caribische gemeenschap, hè, daar gaat het voornamelijk om, op HIV en homoseksualiteit, zeg ik. Ja, maar ik wil daar even iets over zeggen. Kijk, het is, de basis is natuurlijk het Caribisch gebied, maar zodra je de Randstad uit bent, zit je in het Caribisch gebied. Dat wil dat wil ik even zeggen. Kijk, want we denken heel erg dat Nederland progressief is, maar de Randstad is progressief. Zodra je gewoon uit de Randstad bent, dit had ook een verhaal van een jongen uit een gereformeerd gezin kunnen zijn, ergens in Limburg. Ik ben op zoek naar Kelvin. Kelvin Purpart? Ik ken hem niet. Van waar kennen jullie elkaar, als ik zo vrijpostig mag zijn? We studeerden samen in Antwerpen. De dingen die jullie in het donker doen hebben consequenties, meneer Julius. Jij was het! Er wordt op een gegeven moment wordt gezoomd in de film, door twee mannen. Tijdens de opnames, volgens mij in Zeewolde, ik weet niet of het is. Klopt. Bij die opname van die scène waren er mannen van de scouting. Die kwamen langs, net toevallig tijdens die opname van die scène. Ja. En dat gaf ook al wat frictie, of klopt dat? Dat gaf geen frictie, maar kijk, voor hen was het gewoon een totaal andere wereld. Hè? Maar wat ik wel heel erg tof vind, is dat ze keken naar iets wat ze niet kenden. Wat gewoon een beetje ver van hun bed is. Maar tegelijkertijd ook wel vanuit mijn ogen. Ze hadden zoiets van, oh, hij is iets aan het maken. Dit is niet ons ding. Mm. En je voelt wel een soort van ongemak, maar ze hebben het wel met respect behandeld. Okay. Maar heb je nog iets tegen ze kunnen zeggen? Of was je gewoon te druk met... De grap is, je praat er niet echt over. Het is voelbaar. Mensen weten niet wat ze erover zouden moeten zeggen. Dus je voelt het ongemak van die mensen. Ja. Maar je praat er niet over. En voor de rest hebben we het over koetjes en kalfjes.